Hier, leuk je te zien, jongen. Dankjewel. Ja. Normaal zouden we dit aan de waterkant doen, maar het is februari. Ja, voor mij is dat iets te koud nog. Ja, zitten we toch echt een mooi weervissers natuurlijk alle twee, dus we zitten gezellig binnen. Zeker weten. Hey, bedankt voor de uitnodiging op de Karperhoeve. Ja, inmiddels graag gedaan. Werken we natuurlijk al jaren samen. En had jij eigenlijk het idee van, hey, laten we eens een podcast gaan maken? Ja, ja. Leuk dat mensen eens kunnen zien hoe lang dat we al samenwerken en wat we eigenlijk samen toch al bereikt hebben met de Karperhoeve. Ja, ja, want toen ik hier voor het eerst kwam, samen met jou, toen was het nog niet in jouw bezit. Toen heette het de Goorhoeve. Ja, klopt. Ja. En dat was een aardige belevenis. Ja, zeker weten. Ja. Het is een hele belevenis geweest voor te maken wat het nu is. Van waar we gekomen zijn. Ja. Het heeft heel veel inzet verworven. Maar ja, ik ben heel blij met het resultaat wat we tot hiertoe al geboekt hebben. Ja. Dus, in deze podcast gaan we naast een hoop slapgouwe hoeren, gaan we natuurlijk ook gewoon flink wat vis laten zien. Wat je hier hebt rondzwemmen, alle mooie accommodaties en de mogelijkheden. Maar laten we beginnen bij het begin. Toen jij mij uitnodigde voor een eerste sessie op de Goorhoeve, toen tijd had je nog een hengelsportzaak hier in de buurt. Klopt. Vertel, hoe is dat zo allemaal gekomen? Ik had de hengelsportzaak De Hengelaar, 20 minuten van de Goorhoeve. En zoals elke fanatieke karpervisser ben je op zoek altijd naar nieuwe waters of waters die wat minder bevist worden dan andere waters, waar toch een leuk bestand rondzwemt. Nu, Goorhoeve, daar mochten niet alle vissers naartoe gaan. Vooral van de vrouw. En je zwom echt wel een heel mooi bestand van karpers rond. Niet de populatie dat er nu zit, maar toch wel enkele heel leuke vissen met echt wat karakter. En dat was op Timmies Lake dan, het huidige Timmies Lake. Dat was het enige water wat je kon vissen. De rest waren vooral brasem opslagplaatsen. Ja. Maar Timmies Lake en Redens Lake, dat waren de waters waar toen op gevist kost worden. Een paar keren hier komen vissen, al snel mijn hart aan verloren. En na enkele jaren hier te vissen, zag ik de club die hier was echt wel zieneroog achteruit gaan. En kwam het gekke gedacht in mijn hoofd van, laten we dat water gaan uitbaten als een betaalwater. Ja, en je kreeg van de eigenaar kreeg je dus de mogelijkheid om de pacht over te nemen van het domein. Ja. Hoe lang is dat geleden? 2011 zijn de eerste gesprekken gegaan en 2012 zijn we eraan begonnen. Toen waren we nog jong. Ja, dat scheelt enkele jaren. Hey, en, wat trof je aan? Ja, wat trof ik aan? Een club waar heel veel werk aan was. En de waters die we nu uitbaten, die waren er al, maar die waren helemaal verwilderd. Ja. Er waren ook geen stekken aangelegd. Heel veel rotzooi, dus het was bijna een stort toen we het overnamen. Dus ik heb vooral de eerste 2 jaar enorm geïnvesteerd aan de buitenkant, zodat er inkomsten konden gecreëerd worden door mensen te komen laten vissen. Ja. En dan dus hadden we alleen maar Timmies Lake en Tinnes Lake als beginwaters. Omdat ook het karperbestand dat er zat op alle vijvers bij elkaar niet voldoende was om het groter aan te pakken. Ja, dus alle vissen van andere waters hier op het domein allemaal op Timmies en Tinnes Lake gezet. En dan de andere waters heb ik uitgebaat als forelvijvers. Kleine karpers aangekocht, erbij opgezet. En gezegd van, groeien jullie maar lekker even door. Dat hebben we dan toch wel de eerste 5-6 jaar gedaan. En proberen de reclame te maken dankzij jullie Timmies Lake en Tinnes Lake toch wel een goede bezetting kregen. En dan beginnen uit te breiden met eerst het nieuwe water erbij. Wat was het volgende? Redens Lake. En dan kwam Coopers Lake erbij. Ja. Dan op plaatsen kwam Jeff's Lake erbij en Gio's Lake kwam er nog bij. En Annie's Lake zelfs. En dan Annie's Lake als het helemaal plaatste. En nou hebben we geen wateren meer op het domein. Ja. Alles is volzet. Voor de karpervissen. Ja, alles is nu alleen karpervissen. En dat wil ik ook zo houden. Dit is echt wel de droom die ik in mij had om dit te verwezenlijken van de Karperhoeve. Ja. Ja. En dus dat is dik 10 jaar zo'n beetje nu. 12 jaar zit ik hier al. Ja. Bloed, zweet, tranen en een hele hoop spaarcentjes om het domein in
te maken zoals je het wilt. Klopt. Nou, je hebt natuurlijk heel veel verschillende wateren op het domein. Mm-hmm. Ik denk dat het leuk is om, zeker voor de kijkers natuurlijk, om straks alle wateren door te lopen. Ja, maar misschien ook te laten zien van dat het Henk Karperhoeven domein eigenlijk voor ieder wat wils biedt. Maar naast de visserij eigenlijk nog zoveel meer, meer biedt. Want je hebt dus je visplekken. Ja. Zowel biffieplekken, meestal op Timmy's Lake en op Tinnis Lake. Ja. En op alle andere water heb je eigenlijk accommodaties aanstaan. Ja, klopt. Ja. Dus in de vorm van kleine bungalows die heel basic ingericht zijn. Mm-hmm. Maar voldoende voor te zeggen van ik laat de tent en de bedchair thuis. Ja. Want de bedden heb ik wel echt goed geïnvesteerd in. Mm-hmm. Het zijn allemaal heel degelijke bedden. Er is ook stroom op alle stekken. Sommige stekken hebben wifi, sommige stekken hebben geen wifi. Onthaakmat, weegzak, landingsnet ligt overal op elke stek klaar. Boten zag ik. Roeiboten op elke stek, ja. 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 Dus we zijn nu ook bezig weer wel enkele stijgers bij aan te bouwen. Dus bijna alle stekken op het domein hebben al stijgers. Mm-hmm. Waar je de rotpot netjes kunt neerzetten. Ja. Dus waar je ook de vis veilig kunt landen en dergelijke. Ja. Oh, super, dat klinkt goed. En de algemene faciliteiten, dus douche, toilet en dergelijke. Ja. En de stroompunten. Ja. Nee, de stroompunten vind je dan op de stek zelf natuurlijk. Maar de douche en toilet heb je in de grote taverne. Ja, dus in het hoofdgebouw heb je douches, toilettes. En dan heb ik ook nog een tackle shop in het gebouw. Ja. En een professionele keuken. Ah, super. Ja, dus jij doet de maaltijden. Ja. Zowel 's ochtends als 's avonds. Ja. Ja. Het ontbijt is eigenlijk royaal genoeg om de hele dag mee door te gaan zonder dat je omkomt van de honger. Ja. En die bezorg je op de stek, hè? Dus de mensen hoeven eigenlijk niet van hun stek af. Nee. Ik heb een 4x4 op het domein, waar ik dus de mensen die de ontbijt en de dinerservice erbij nemen, die ga ik dus persoonlijk alle stekken af voor het te brengen. Ja. En dus jij kunt gewoon je helemaal focussen op het vissen. Mm-hmm. En alles wat er rondhangt, dat wordt verzorgd. Kijk, super zeg. Nou, dat klinkt uitstekend. Hey, en je zegt, ik heb een hengelsportzaakje, maar je hebt natuurlijk ook nog beheerders. Hey? Dus je bent zelf de eigenaar van de zaak. Dan heb je ook nog Glenn en Nico. Ja. Vertel, wat doen die voor je? Ja, Glenn die helpt me een beetje met de social media. En die vervangt mij 2 dagen, zodat ik niet meer 7 op 7 moet werken. En dat ik nu ook wat meer tijd ga creëren terug om zelf een hengel kunnen uit te gooien. Ja. Heel belangrijk. Mm-hmm. Absoluut. En Nico, die ben ik tegen het lijf gelopen hier op de Karperhoeven. En die werkt nu als visgids hier op de Karperhoeven 2 dagen. Ja. Daar ben ik ook hartstikke blij mee. Want die kerel is van mij een lopende encyclopedie over vissen. Ja. En hij kan echt mensen naar een andere level toe brengen van uitleg en ervaringen in de visserij. Ja, dat zie je ook echt in de reviews terug. Ja, dat Nico door zijn enthousiasme en toewijding. Mm-hmm. En natuurlijk ook zijn vele uren die hij hier aan de waterkant besteedt. Ja. Onze gasten echt kan helpen om meer vis te vangen. Ja. Niet alleen hier, maar eigenlijk ook met zijn schat aan informatie naar huis gaan. Om dus ook eigenlijk in hun thuiswater ook zeker vaak weten. Meer vis te vangen. Ja, dat is ook heel vaak van terugkerende klanten, dat ze zeggen van ja, Nico heeft me echt wel zo goed voortgeholpen dat onze visserij in een andere level gekomen is. Ja, precies. Ja, dat is natuurlijk mooi eigenlijk. Zowel de wat beginnende visser en de vader-zoon weekendjes en dergelijke, die kunnen prima uit de voeten met Nico. Maar als je echt de diepte in wil gaan, ook ervaren vissers op Timmy's Lake zeggen eigenlijk van hey, hoe jij Timmy's Lake aanpakt, wat natuurlijk echt geen water is voor beginnende vissers. Nee, helemaal niet. Ja, levert me gewoon extra vis op. Ja, klopt. Leuk. Nou zijn we toch al een beetje aan het kletsen over die verschillende wateren. Nou ja, als je het domein opkomt rijden, dan kom je eigenlijk als eerste aan bij het kleine ronde vijfje. Jeff's Lake. Diepste water op het domein, als ik me niet vergis. Klopt. Kun je daar wat over vertellen? Ja, Jeff's Lake is eigenlijk een vroegere zalmforelvijver geweest. Dat is de enige vijver die ook echt uitgediept is met een modderpomp. Mm-hmm. Heb je wat plateautjes in. De zijkanten zijn wat dieper dan het middenstuk. Ja. Leuk watertje om een vader-zoon moment te hebben. Of als beginnende visser om je niveau een beetje aan te passen. Er zitten wat koois op die wat moeilijker te vangen zijn. Er zit een mooi bestand op van groeiende karpers. Er zitten geen uitschieters op van gewichten. Maar een heel leuk bestand om
je viservaring te meten of te zeggen van ik heb eens een leuke tijd nodig, dat ik wat meer vertrouwen krijg in mijn visserij. En dat ik echt wel eens wat vis achter elkaar kan vangen. Ja, oh, gaaf zeg. Ja. En daar slaap je niet in je eigen tent, hè? Nee, daar hebben we een pipelwagen staan. Dus heel apart. Er zitten twee bedden in, een tafeltje met twee stoelen, een verwarming en een sofa. Oké, okay, perfect. Ja. En het is natuurlijk het water wat het dichtste gelegen is bij het sanitair gebouw. Ja, klopt. Dus naast vader-zoon zien we er ook regelmatig toch wel stelletjes die daarheen gaan. Hè? Of klopt. Je kunt het uiteraard ook gewoon met je vismaat gaan. Mm-hmm. En je hebt de pieperwagen staan, maar het staat mensen wel vrij op de stek gewoon om een tent neer te zetten als ze dat willen. Hè? Aan beide kanten van de pieperwagen zijn grasvlaktes waar je dus nog een tent kunt extra neerzetten. Super, dus Jeff's leuk. Goede kans op actie, lekker dicht bij het sanitair. Maximaal 2 vissers en 2 niet-vissers. Klopt. Vanuit de eigen tent of vanuit de pieperwagen of een combinatie daarvan. Combi, ja. Zie ik heel vaak. Nee, perfect. Dan gaan we denk ik door naar het meest bekende water op het domein. Dat is Redens Lake. Ja. Is bij onze gasten heel erg populair. En niet zonder reden natuurlijk. 2 blokkertjes, eigenlijk dicht bij elkaar staan. Ja. Super gezellig. Ja, juist geen 2 hectare water. Een visbestand dat heel goed is. Gemiddelde gewicht rond de 12 kilo. Vangsten zijn heel stabiel heel het jaar door. Mm-hmm. Leuk water. Je kunt alles doen met de voerboot. Ik heb zelfs klanten die wat meer ervaren zijn, die er zelfs werpend durven aan te beginnen. Ja. Je kunt natuurlijk ook de roeiboot extra bijhuren om de plaatsen goed uit te zoeken waar je hengels neerlegt. Sinds dit jaar ook stijgers eraan. Dus je kunt ook je eigen kant nu goed gaan bevissen. Die... Ja, want de stijgers die steken iets over, toch? Ja, de stijgers steken tot 3 meter in het water. Mm-hmm. Waarom hebben we dat gedaan? Iedereen viste naar de overkant, omdat in de reviews ook stond van kijk, je moet naar de overkant toe vissen. Ja, want daar ligt die mooie riggel, hè? Die riggel ligt daar. En de mooie kuil. Ja, mooie kuiltjes die je met de voerboot heel goed kunt zoeken. Mm-hmm. Maar er werd ook wel best door terugkerende klanten moeilijkere vissen gevangen in eigen kant. En dat was niet voor iedereen toegankelijk, omdat daar best toch wat techniek bij kwam kijken om in eigen kant te vissen. En dus hebben we nu een stijger die 3 meter in het water ingaat, zodat je eigenlijk 99% van het water kunt bevissen. Ja, super. Dus die vis gaat hopelijk wat meer draaien. Klopt, ja. En wat ook mooi is natuurlijk, de karperhoeven als domein probeer je echt nu echt in te richten als een natuurdomein. Dus die kanten laat je dan ook zoveel mogelijk begroeid eigenlijk. Begroeid, ja. Ja, dus dan kun je goed van de stijger afvissen en de rest wordt lekker natuurlijk. Ja, ja. Ik vind het ook heel belangrijk dat die natuur rond de vijver is. Je creëert voor de zomer schaduwplaatsen. Je hebt overhangende bomen. Je hebt ook meerdere paaiplaatsen, dus door takken die in het water hangen en dergelijke. Ik denk dat het een heel goede combinatie is met de betaalwaters voor het zo natuurlijk mogelijk te houden. Ja, nee, absoluut mee eens. Ja. sorry hoor. Wat leuk is natuurlijk, want we hadden het net al over die richels en onder andere de gul te vinden is op Radens Lake, is dat Michael Kolen, onze goede vriend en Ubertechneut natuurlijk het hele domein in kaart heeft gebracht qua dieptes en qua hardheid. Dus per water is er een diepte- en hardheidskaart te vinden. En sinds kort dus ook die Google Maps link, dat je direct live kunt zien waar je de kuiltjes en de gultjes vindt. Dat heeft hij echt super mooi gedaan. Het is echt een meerwaarde om het te kunnen gebruiken. Ja, dus dat is mooi. Nee, eigenlijk 2 actiewater. Dus je hebt meer actie en wat kleinere vis. Op Radens Lake zijn ze toch echt al flink wat groter. Ja. Maar misschien ook leuker is om te vertellen dat Radens Lake is langgerekt. En op die lange kant, daar staan de 2 huisjes redelijk dicht bij elkaar. Klopt. Dus mochten vissers met groepen van 4 zijn of gewoon lekker veel visruimte willen hebben, kunnen we ook exclusief afhuren. Ja. Wel zaken natuurlijk om er dicht snel bij te zijn, want Redens Lake is wel het populairste water van het domein. Hè? Ja, dan moet je echt wel fel op voorhand boeken om de juiste datums te kunnen nog te bevissen. Heel juist. Achter Redens Lake als het ware ligt Coopers Lake. Ja, Coopers Lake is gelijkaardig aan het worden dan Redens Lake. Ja, dus dezelfde vorm eigenlijk. Dezelfde vorm, iets kleiner. Dus het is van, in plaats van 50 meter breed is het 25 meter breed. Mm-hmm. Even lang. 2 huisjes erop. Die staan dan wel niet naast elkaar, maar aan de tegenover elkaar. Tegenover elkaar. Ja. En het visbestand is enkele jaren geleden er gewoon nieuw opgezet. Dus die vissen zijn iets jonger, dus nog iets kleiner. Ja.
Maar er zitten best ook wel wat uitschieters bij die toch wel mooie gewichten beginnen te creëren. Dus, super. Ja. En is dat ook een van de wateren waar je giebel hebt rondzwemmen? Ja, dus alle giebels die we gevangen hebben op de andere waters, mm-hmm, worden uitgezet bij op Coopers Lake. Ja. En dan ben je ook toegelaten om met een feederhengel te vissen. Ja. Ja, best wel wat gasten die heel goed met de feeder of ja, met een methodhengel kunnen vissen. Klopt. Dus dan heb je zowel zo'n combinatie en op karpervisserij, maar dan kun je ja, er lekker ook overdag dus bezig zijn met ja, de feeder. Ja, ik heb echt mensen die met de feederhengel daar aan de gang gaan, die best bekwaam zijn daarin. Ja. Die echt wel vangsten creëren van 30, 40 stuks op een dag. Super. Maar niet alleen karper, ja, dus in het heel breed assortiment van vissen. Ja. Maar heel leuk. Mm-hmm. Ja, er zitten ook wat vorens op, wat zeelt. Er zit echt een heel grote populatie vis op. Leuk. Van de hakken op de tak hoor. Maar in de fotogalerij kom ik op verschillende wateren bij jou ook af en toe wat meerval tegen. Mm-hmm. Dus zwem maar op de meeste wateren meerval ja, bij je. En hou je dat een beetje onder controle? Ja, ja. Ik heb op de meeste waters meerval uitgezet om de populatie vis een beetje in toom te houden. Ah, ja. Dus ik wil dat mijn vissen die in de groeistadium zitten, dat die kunnen doorgroeien. En dat de gemiddelde gewicht voor de visser stijgt. Mm-hmm. En dat de vissen die 1 of 2 jaarling zijn, dus ja, die heel klein zijn, dat die dus geliquideerd worden. Ja. Zodat de grote vissen meer voeding hebben om te kunnen doorgroeien. Dus heb je zowel snoeken voor, baarzen? Ja. En ik heb een heel groot roofvisbestand op elk water zitten, mm-hmm, waar niet op gevist mag worden buiten de meerval. Ja. Maar lijkt me een heel goede combi op alle vijvers, waar ik mijn resultaten mee haal die ik eigenlijk in mijn ja, gedachten precies, had. Dus je hebt ja, geen last van natuurlijke paaien. Nee, klopt. Ja. Top, dan gaan we naar een beetje bijzonder water. Achter Coopers Lake ligt Annie's Lake. Mm-hmm. Klein, ook weer met een mooi ja, huisje eraan. Ja, exclusief. Klein vind ik een van de leukere waters op het domein. Waarom? Je zit er helemaal alleen. Mm-hmm. En er zit best een heel groot visbestand op. Ja. Maar het natuurlijk voedsel is zo hoog dat de vangsten best wel minder goed zijn dan je had verwacht van dat aantal vissen dat er zou opzitten. Ja, het is ook een dieper water, toch? Dus, ja, diep. Het is een leuke diepte van water met ook wat kuiltjes en ja, wat harde stukjes in. Zeker ook wat wiervorm dat erin zit. Overhangende takken van achter Coopers Lake, waar de vis ook zich meestal onder schuilhoudt. Ja. Dus het is wel een water dat in mijn ogen voor de moeilijkheidsgraad dat hij is, gemakkelijk, ja, heel technisch is. Ja, dus je moet wel weten wat je doet ja, of te voor openstaan. Of goed luisteren. Ja. Ja. Ja, met name Nico kan echt het verschil maken, denk ik. Op, 100%. Ja. De visschijp Annie's. Nou, ja. Dan kom je eigenlijk op de parel van het domein, eigenlijk waar het allemaal mee begonnen was, op Timmy's Lake ja, uit. Timmy's Lake, ik denk dat het een water is met een haat-liefde verhouding bij veel vissers. Ja, 100% zeker. Ja. Mijn favoriet, en ik denk ja, ongetwijfeld die van jou ja, ook. 100%, ja, 100%. Ja, Timmy's Lake is waar het allemaal begonnen is. Heeft alleen maar karaktervissen. Mm-hmm. Heel moeilijk, door twee omstandigheden. Het natuurlijk voedsel is daar belachelijk hoog. Mm-hmm. Ik noem het altijd de McDonald's voor de karpers. Ja, daarom zijn ze natuurlijk ook zo groot ja, en zo gezond. En ja, zo gezond. Er is heel veel wiervorming in het water. Mm-hmm. Dat maakt de moeilijkheidsgraad heel hoog. Mm-hmm. Maar ik heb zo mijn gedachte achter het domein van de karperhoeven. Ik wil alle vissers kunnen aanspreken. We hebben nu al enkele waters besproken dat van heel gemakkelijk naar medium gaat. Mm-hmm. Nu, alle mensen die al enkele jaren vissen, die willen wel eens een uitdaging hebben. Ja. Nu, Timmy's Lake is wel dé uitdaging in mijn ogen. Ik heb al zelf best veel verschillende waters bevist en met verschillende moeilijkheidsgraden. Mm-hmm. Maar als je op Timmy's Lake je visjes gevangen krijgt, dan kun je gerust zeggen van, ik ga alleen naar Frankrijk en het maakt me niet uit welk water ik terechtkom. Ja, dus het is echt een ja, goede voorbereiding ja, voor de wat moeilijkere visserij. Klopt, ja. Je hebt het natuurlijk over wiergroei. We zijn de afgelopen jaar natuurlijk al op allerlei manieren bezig geweest om de wiergroei op ja, Timmy's Lake te reduceren. Mm-hmm. Het is een utopie om dat wier eruit te gaan krijgen zonder ja, dat je dat unieke visbestand risico mee klopt, loopt. Ja. Ja, er zijn genoeg mogelijkheden voor het wier eruit te krijgen op chemische wijze, maar dat wil ik helemaal niet. Mijn visbestand dat op Timmy's Lake zit, heeft het wier wel nodig. Ja. Het is een bepaalde biotoop dat je creëert met het wier. Dus je hebt ook heel veel
kleine garnaaltjes, slakjes en alles wat erbij in zit, muggenlarven. Ja. En als je dat wier gaat bestrijden, ga je ook dat biotoop helemaal wegdoen. Mm-hmm. En ik ben er zeker van dat die vissen niet zonder dat biotoop kunnen. Ja. Dus het is heel moeilijk voor die grens op te zoeken. Wat is bevisbaar ja. voor het grootste bereik Precies. van vissers te hebben? Ja. En wat is nog goed voor mijn vissen die erop zitten? Ja. En die balans vinden, dit is een... Die balans is al jaren echt een moeilijkheid mm-hmm. dat ik probeer te creëren, dat mij tot hiertoe nog niet gelukt is. Ja, klopt, maar teruggaan naar het visbestand, dat is eigenlijk de reden waarom mensen hun visvakantie inplannen op Timmies Lake. Ja, op Timmies Lake moet je niet zeggen van ik kom even 20 vissen vangen, dan moet je een ander water kiezen op de Karaproeven. Mm-hmm. Maar als je zegt van ik wil een uitdaging en ik wil echt een vis hebben die fotowaardig is, eenmaal in je leven... Ja. Dan ben je op het juiste adres op de Ja, want je hebt echt wat unieke vissen. Klopt, Glenn kent ze natuurlijk als beste, maar zeker 15 vissen, bekende vissen ja, met naam. Met naam ja. En toch stiekem ook flink wat grote vissen. Want hoeveel 20 kilo vissen denk je rond te hebben zwemmen? We hebben nu 7 vissen zitten die constant boven de 20 kilo blijven. En in het juist voor de paai zitten we tegen 11 vissen die boven de 20 kilo Fantastisch. Zitten. Fantastisch. En ze wel een mix van schubs als spiegels, toch? Ja, ja, het bestand schubs is iets hoger dan spiegels. Ja. Maar er zit van alle twee voldoende op. Ik heb ook heel grote graskarpen zitten, die bijna nooit gevangen worden, omdat het natuurlijk voedsel zo hoog is. Maar er zitten echt wel joekels van graskarpers op. Ja, klinkt goed. Dus voor iemand die, of vismaten die zeggen van kom, we gaan die uitdaging eens aan. Mm-hmm. De wiergroei is in het voorjaar denk ik het minst, hè? De winter en het voorjaar. Ja, laten we zeggen dat het wiergroei van december tot eind april... Zo goed als minimaal is, ja? er zit altijd wier in het water. Dus ook in de winter, als je nu zo, het is februari, als je nu komt vissen, heb je nog wel wiergroei in het water. Wat plukjes, maar je kunt de vis perfect drillen van de kant nu. Mm-hmm. Je hebt geen roeiboot nodig. Maar vanaf als we mei beginnen, hangt af van de aantal zonneuren die we gehad hebben Precies. per jaar, is het wel bijna... verplicht door mij dat je de boot moet bijhuren om de vis op veilige... Ja, veilig te landen. Ja, veilig te en jij landen. Zorgt voor die speciale schepnetten hè, met die metalen randen eromheen... dat je ook echt goed door het wier heen kan steken. Klopt. En je hebt hier ook, zeker met Nico natuurlijk, speciale montages... die je aanbeveelt voor de wiervisserij. Ja, we vissen vooral drop-off. Mm-hmm. We hebben eigenlijk leaders gecreëerd... hoe wij denken dat je het best kunt vissen op Timmies Lake... Mm-hmm. Zowel visveilig als meeste kans voor de vis ook binnen te krijgen. Dus wij proberen die vis zo snel mogelijk in de bovenste laag van het water af te drillen. Mm-hmm. Dat doe je door het lood te verliezen. Ja. Lood, ik zeg of, niet wel lood, maar precies. vanaf steen of loodvervanger. Mm-hmm. En onze onderlijnen, daar hebben we ook eens eigen mening of karakter aan gegeven... Wat wij denken van, kijk, dit is het onderlijntje waar wij denken dat je het meeste kans mee maakt. Ja, precies. Minst Want dat kans wordt perfect uitgelegd als je hier aan het vissen bent. En dat is natuurlijk ook heel vrijblijvend. Ja, precies. Dus je mag lekker op je eigen manier aan de gang gaan. Ja. Mocht je tips en tricks willen van Nico of van jou of van Glenn, dan staan jullie er altijd voor open om die te geven. Nou, klopt. Super. Hey, en qua aas, op de andere wateren, ik bedoel, die hebben een hoge bezettingsgraad... Daar komt het misschien niet op de details aan. Waar raad je mee aan om op Timmies Lake mee aan de slag te gaan? Ja, voor Timmies Lake hebben we eigenlijk zelf een bolly gecreëerd. Mm-hmm. Wij voeren in de winter pellets bij. En op die basis van die pelletmix hebben wij dus ook een bolly gecreëerd. Okay. Die raaien we aan. Je bent vrij van de bolly mee te nemen wat je zelf graag met vist. Particles die doen het in bepaalde periodes hier heel goed. Ja, particles mag je alleen ter plaatse kopen. Ja, we zijn heel strikt op particles. Je kunt alleen maar vissen met particles die je hier gekocht Precies. hebt. Of blikken van de supermarkt in maaiersvorm. Ja. Ja, want je hebt vissen zitten van, ik denk wel 30, 40 jaar oud. Klopt. Sommige vissen. Ja, dat is helemaal logisch dat je er hartstikke zuinig op bent. Ja. Oké, dus de particles, wat boilies en eventueel de pellets zelf, neem ik aan, die kunnen ook wel goed zijn. Hè? Ja, pellets voorbij te voeren kan echt wel wat vertrouwen geven. Ja. Nu, het hangt een beetje af van de bezettingsgraad. Want als iedereen met pellets begint te voeren, dan is het heel gemakkelijk voor de vis veel te zeggen. Want we gaan overal een klein beetje eten. Maar, precies. Ja. Soms is wat levend materiaal, zoals maden of wormen, kunnen in bepaalde seizoenen heel goed zijn. In bepaalde seizoenen is het niet mogelijk voor ze in te zetten, omdat er een groot bestand van baars en dergelijke op zitten. Ja. Maar dat zijn allemaal dingen die hier wel de key tot succes kunnen worden. Oké, ik
klinkt goed. Hey, we hebben natuurlijk nog twee andere wateren om te bespreken. Mm-hmm. Tinnis Lake en Geo's. Ja. Maar misschien goed voor Timmy's Lake om wel te zeggen van... Nou, dit is je visie nu over de wiervisserij. Mm-hmm. We hebben natuurlijk best wel wat droge jaren gehad. Was het bij sommige maten echt extreem. Klopt. Het idee is wel om dus de wiergroei te reduceren voor komend jaar, hè? Ja, we gaan... zolang als de karreboeven bestaat, gaan wij altijd die grens opzoeken van zowel de vissen als de visser een goed gevoel te laten geven op de waters. Nu, dit jaar gaan we zuurstofpompen bij in de water zetten. Mm-hmm. Waarom? Omdat ik de laatste 3 jaar met de verandering van het weer, de zomers worden veel langer, mm-hmm. Er komen ook wat meer onweers aan. Ja. Zien we toch wel dat er een zuurstofschommeling is die heel fel is. Ja. En dan met die zuurstofpompen kun je het eigenlijk wat meer stabieler houden en iets hoger houden. Ja. Dus dat wil ook wel zeggen voor de vissers dat ze hele zomer door wel evenveel kans maken om een vis te vangen hier. Ja. Dat is heel belangrijk. Maar dus natuurlijk ook voor mijn vissen, dat ze ook gewoon in de perfecte zuurstofgehalte zitten van het wat water kan bieden. Ja, en als de zuurstofgraad hoger is, dan azen ze meer, langer, beter, eten ze meer. Klopt. Het is gewoon voor de algemene gezondheid beter. Dus eigenlijk een combinatie van die factoren. Ja. Uiteraard blijf je gewoon maaien. Mm-hmm. En je hebt natuurlijk wat graskarp ook uitgezet. Ja, we hebben graskarps uitgezet op Tinnis Lake en graskarps uitgezet op Timmy's Lake. Ja. Best wat aantallen, wel in kleine formaat, dat de vissers er niet direct last van hebben. Mm-hmm. En vanaf als ze hun werk goed gedaan hebben, kunnen ze ook wel verspreid worden over de rest van de waters van het domein. Ja, duidelijk. Dus eigenlijk, Timmy's Lake blijft zoals het is. Echt, mensen komen daar voor het unieke visbestand. Mm-hmm. Echt voor die schitterend mooie vissen. Nou ja, zeven vaste vissen boven de 20 kilo. Maar we proberen dus eigenlijk dit jaar echt te investeren om het beter bevisbaar te houden gedurende het jaar. Klopt. Ja, top. Super. Mm-hmm. Nou, we hadden net al even over Tinnis Lake. Ja. Daar is dus ook graskarpen bij gegaan. Wat is Tinnis Lake voor water? Tinnis Lake is eigenlijk een water dat van moeilijkheidsgraad medium heeft. Mm-hmm. Het is een 2 hectare water met een visbestand van 250 karpers erop. Ja. Zit er wel wat verrassingen op. De ene zijde is fel begroeid met bomen en takken, mm-hmm. waar wat obstakels in het water door zitten. Beste schuilplaats voor de vissen natuurlijk, maar er komen elk jaar wel enkele verrassingen uit dat water. En verrassingen, vissen rond de 20 kilo? Ja, vissen. We hebben nu al 2 vissen die boven de 20 kilo zitten. Een schub en een spiegel, dus heel leuk dat we van elk eentje hebben. Ja. Maar er worden regelmatig vissen gevangen die we een jaar, 2 jaar tot zelfs 5 jaar niet meer gezien hebben. Oké. Okay. Ja, het is heel bizar. Dat is ook wel een water waar sinds kort wat wiergroei in tevoorschijn komt. Mm-hmm. Dus daarom die uitzetting van de graskarpers. Ja. Plus dus ook zuurstofpompen. Dus want op elk water, op de karperhoeven, komt zuurstofpompen in het water te staan. En Tinnis Lake krijgt er dan 2? 2, ja. Ah, oh, super. Ja. Dus ik ben heel benieuwd wat dat gaat doen. Mm-hmm. Naar vangst en naar verrassingen toe. Mm-hmm. Leuk, klinkt goed. Ja. Nou, en dan als afsluiter, degene die het verste weg ligt van de ingang, dat is Geo's Lake. Geo's Lake met de staankaravan. Ja. Is 2-3 jaar geleden een mooie uitzetting door geweest door Cas van Leeuwen, een bekende viskweker. Ja, met die mooie beschupte spiegelkarpers, hè? Heel mooie beschupte spiegelkarpers uitgezet. Enkele wat grotere vissen bij opgezet. Een heel leuk water waar je ook je eigen dingen kunt opdoen. Mm-hmm. Lekker rustig. Lekker rustig, heel ondiep. Dus je kunt even goed met de vlok vissen. Ja, je hebt heel veel mogelijkheden daar. Mm-hmm. In de kern van het water staat ook best wel wat wier. Mm-hmm. Maar rondom zijn echt wel wat stekkies gemaakt waar je perfect kunt vissen. Er staan ook al van markers in het water, ook in de andere waters. Ja, en dus de markers die tonen dan de hotspots. Ja, dus je gaat zien dat er zijn verschillende kleuren in markers. En elke marker heeft zijn doel. De ene geeft de afscheiding aan van tot waar je mag vissen. Mm-hmm. En de andere markers zijn hotspots waar je kunt vissen. Ja. Super, duidelijk. Ja. En Geo's Lake, hoe zou je die qua moeilijkheid kwalificeren? Moeilijk, niet extreem moeilijk, maar ook zeker niet medium. Eigenlijk een beetje tussen Tinnis Lake en Timmy's Lake in? Ja. Okay. Ja, dat lijkt me de juiste moeilijkheidsgraad waar je hem aangeeft. En daar heb je ook wat koois rondzwemmen, hè? Waaronder enkele oude van mij. Ja, meerdere waters beginnen nu wat koois rond te zwemmen. Maar dat blijft natuurlijk de moeilijkere vissen om te vangen. Ja. Mm-hmm.
Dat zijn vissen die iets meer inzicht hebben dan gewone schubs en de spiegels. Hey, super. Nou, dan hebben we eigenlijk over het verleden van de karpoven gepraat, over het heden. Mm-hmm. En eigenlijk stiekem zijn we al een beetje voorgesorteerd op de toekomst. Dus 2024 komt eraan. Nou, je hoort het alweer, Tim is weer echt enorm aan het investeren. Ja. Eigenlijk met als doel om het gewoon de gast beter naar zijn zin te maken. Ja. Ik denk met name op de wateren die echt aandacht nodig hebben. Ja, klopt. Ja, Timmies Lake, Tinnis Lake zijn de waters die wat meeste aandacht nodig hebben, omdat daar de wiergroei echt onder controle moet gehouden worden. Ja. Ja, en je zegt wel naar de visser toe, maar ik investeer ook vooral naar de visser toe. Ja, als de vis blij is, dan is de visser het ook. Ja. Kijk, als de vis zich goed voelt, blijft hij azen. Ja. Als hij blijft azen, gaan de vangsten automatisch naar boven. Precies. Ja. Dus op Jeff's Lake komt dan één zo'n jet, zo'n zuurstofpomp. Ja. Op Redens 2, op Coopers ook 2, op Annie's 1. Ja. Dat gaat heel veel verschil maken natuurlijk. Ja, op Annie's ga je het echt wel een heel groot verschil zijn. Ik ben heel benieuwd wat dat gaat doen van vangsten en... Van de mensen die er gaan komen, van hoe ze het beleven. Ja, absoluut. Op Timmies komen er 4 te staan. Ja. En die ga je zo positioneren dat eigenlijk elke stek richting zo'n beluchter kan vissen. Ja. Tinnis 2 en Geo's 1. Dus eigenlijk elke stek heeft straks ook zijn eigen beluchter in het water staan. Ja. En in het geval van Timmies Lake deel je dus 1 beluchter als het ware met de vis. En twee stekken. Ja, met 2 stekken, waardoor de vis dus ook... Ja. In onze optiek in ieder geval, en die van de viskweker ook wat meer gaat rondzwemmen. Het zijn overigens stille beluchters, dat is ook wel goed om aan te geven. Ja. Bij de vis, je hebt verschillende types van beluchters, elk met zijn eigen eigenschappen. En Timmy heeft ervoor gekozen om stille beluchters te pakken. Dat zijn als het ware ronde draaischijven waar de zuurstof van boven wordt aangezogen en in het water wordt uitgeblazen. Ja. Klopt, helemaal. Jetachtig. Ja. Ja. Ja, het geeft een bepaalde stroming onder water. En omdat het wegduwt, gaan de zuurstofbelletjes die in het water zitten zich verspreiden over heel het water. Ja, precies. Dus je hoeft niet een meter voor die pomp te gaan vissen, maar je kunt er veel beter wat verder vanaf vissen. Ja, hoe dichter je bij de pomp gaat vissen, hoe zwaarder dat de stroming is, hoe moeilijker het is voor je aas perfect te krijgen op de plaats waar je het wilt hebben. Ja. Dus ik denk dat het verstandiger is om er 40 meter van af te vissen dan 10 meter. Maar, ja. De tijd gaat het leren. Ja, precies. Zeker weten. En de pompen zijn zo ingericht natuurlijk aan de oevers, dat je er niet aan vast kunt komen te zitten. En dat het veilig gedaan kan worden. Ja. En je gaat ze ook niet altijd aanzetten, toch? Nee, ik heb samen met een waterbioloog een tabel gemaakt waar de risicolijnen in staan wanneer de zuurstof eigenlijk daalt. Ja. En dus wij gaan elke week... en zelfs in de zomer dagelijks de zuurstof meten in elk water. Ja. En de pompen worden daarop afgesteld hoe vaak en hoe lang dat ze moeten aangaan. Ja, precies. Dus bij wijze van spreken, in juli zou die zomaar 12 uur kunnen aanstaan op een dag. Net zoals nu in februari, dan zou ik het misschien helemaal niet aan hoeven. Klopt. Of maar een uurtje per dag. Ja, ik denk van oktober tot en met april gaan de jets mooi opgebergd kunnen worden. Ja. Maar dus van april tot en met oktober gaan ze eigenlijk opbouwend aanstaan. En dus vanaf na september terug afbouwend ook terug uitgezet worden. Super. Die investeringen, we hadden het al over stijgers die erbij komen. Voor de rest blijft bij veel natuurlijk bij het oude. Je gaat ook flink wat stekken aanpakken, zei je. Ja. En ik ben benieuwd natuurlijk, de maaltijdservice is altijd heel erg geroemd op de karperhoeven. We hadden het lekker gegeten. Heb je verandering aan het menu? Blijft het lekker zoals het is? Er gaan misschien kleine aanpassingen zijn. We zijn nog een beetje bezig met de foodkost, want die verandert heel, heel vaak de laatste maanden. Maar ik heb tot hiertoe geen klachten over de maaltijdservice. Dus ik denk dat die wel vrij stabiel gaat blijven. Top, dat is lekker. Ja. Dan weet ik dat ik de volgende keer mijn pannetje thuis kan laten. En weer lekker kan koken bij je. Ja. Hey, was eigenlijk hartstikke leuk. Tenminste, ik zit even te denken of iets vergeten zijn. Ja, ik kan ook niet direct iets... Precies. Nee. Ja. Nou, ik hoop dat jullie net zo leuk vonden om te kijken als dat wij het vinden om heel erg slap met elkaar te ouwehoeren. Ja. Zoals jullie horen, Timmy is er samen met het hele team gewoon helemaal klaar voor om jullie 100%. Te verwelkomen op de karperhoeven. Je had het al gehoord, Radens Lake gaat echt enorm hard met de reserveringen. En ook Coopers Lake, Arnie's Lake, Jeff's Lake lopen daar echt achteraan. Ja. Maar we kunnen niet anders dan zeggen dan met de investeringen die Timmy ook dit jaar weer doet. Ja, dat we er volle vertrouwen in hebben dat ook Timmy's Lake het echt fantastisch gaat doen. Ja. Dus bij deze een uitnodiging eigenlijk aan iedereen die zegt van... Hey, ik durf wel eens een keer een uitdaging aan.
Ik wil heel graag eens een keer echt een pareltje vangen. Of gewoon een hele dikke vis, want die zwemmen er ook. Kijk weer eens naar Timmy's Lake. Er zijn heel veel fanatieke karpervissers die voor een week afreizen naar een Dragon Island, naar een Grand Etang, naar een Villedom bijvoorbeeld. En die jongens die echt niet bang zijn om moeilijkere water aan te pakken. Mm-hmm. Ja. Ja, kom dan zeker ook eens een keer een weekendje voorbij. Zeker hier, ja, natuurlijk zijn ook hier welkom, die mensen. Ja, dit is echt, als het ware, een beetje die voorbereiding erop. En ik krijg het thuis niet voor elkaar om te vaak een weekje naar Frankrijk te gaan. Maar af en toe een weekendje of een midweekje. Ja. Even kort bij huis. Ja. Is dat natuurlijk perfect. Ja. Oh ja, misschien daar ook nog over verteld. Het domein is natuurlijk nu alleen maar ingericht voor karpervissers. Mm-hmm. Dus het is ook volledig veilig. Hè? De poort gaat op slot. Ja. Camerabewaking. Ja, dus camerabewaking bij aankomende en uitgaande mensen. En de poort is gesloten overdag. Mm-hmm. Nu, als de mensen graag even naar de supermarkt toe gaan, kunnen ze de poort van binnenuit zelf openmaken. Ja. En aan de andere kant kunnen ze dus aanbellen, kan ik de poort terug open doen. Ah, super. Ja. Ja, precies. En als een keer, weet ik wat, vrouw, vriendin of kinderen een keertje willen komen kijken. Ja, tijdens de bezoekuren is dat zeker meer dan toegestaan. Mm-hmm. En die zijn heel ruim. Ja. Dus, top. Klinkt goed. Mm-hmm. Nou, bedankt voor het kijken allemaal naar deze podcast. Er komt een leuke video aan van Jeroen en Vincent. Want die zitten op dit moment, wij zitten lekker warm binnen. En die jongens die zijn lekker aan het bikkelen. Ja. Volgens mij staat de teller al op 5 vissen tot 17 kilo. Dus voor februari eigenlijk een hartstikke leuk resultaat. Ja, goed gevist. In een paar dagen. En we hebben er zo'n gevoel bij dat er misschien nog wel wat dikkers uit gaat komen de komende dagen. Ja. Dus die link gaan jullie ook krijgen van ons. Bedankt voor het kijken. En bij vragen over de karperhoeven natuurlijk. Timmy doet alles ter plaatse met zijn team. En bij alle vragen kun je gewoon naar mij, collega Remco, gewoon even een mailtje sturen, een WhatsAppje sturen. En wij kennen het domein ook, mag ik je ook wel zeggen, ondertussen in al die jaren ook wel op ons duimpje. Dus voor alle vragen, schroom niet, stel ze gerust. Er zijn geen domme vragen, dus gewoon doen. En bedankt voor het kijken. Doei.